is weer een nieuwe aflevering van Til aan tafel. Met natuurlijk onze kritische vrienden. En straks een prachtig verhaal over houtbewerking, bomen. Maar eerst gaan we het hebben over het Toon Hermanshuis. Met twee dames voor mij. Hartelijk welkom. Ellen Hoenderdorp en Cornelie Bierman den Haan. Het is allemaal verkeerd. Het is helemaal verkeerd? Ja, het is heel verkeerd. Nou, zeg eens hoe het wel moet. Dat hoor ik heel graag. Ellen Hoenderdorp. Ja. En Cornelie Bierens de Haan. Aha. Of dan zeg je gewoon alleen Ellen en Cornelie. Dat is ook oké, toch? Nou, dankjewel voor de hulp. Ik zou het gewoon simpel houden. Ja. U bent samen dagelijks bestuur van het Toon Hermanshuis. Prachtige organisatie. Ja. Maar er is nu een mooie actie. In februari aanstaande. Vertel er eens over. Ja. Nou, we zijn jarenlang heel erg goed financieel ondersteund door de Rotary Tiel. Daar zit de oprichter van ons huis in, Pieter Bruin. En die hebben ons 3 jaar lang met ruim 10.000 euro per jaar gesteund. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk nog meer hele goede doelen. Dus die hebben besloten een ander goed doel te gaan steunen. En vandaar dat wij deze actie bedacht hebben. We hebben het vanuit Engeland gekopieerd. Daar is het een enorm succes. Daar wordt het landelijk 1 dag per jaar koffie gedronken voor de Macmillan's ochtend, heet het. Voor mensen die met kanker te maken krijgen. En wij zijn in Nederland een pilot. En wij gaan dus op 6 februari zo breed mogelijk in Tiel deze koffieochtend uitzetten. Met de vraag aan werkgevers, bedrijven, maar ook aan particulieren om koffie te drinken voor het Toon Hermanshuis. En dat doen we in de vorm van het verkopen van koffiekits. Absoluut. Het is een tas. Mensen die kit, dus de bedrijven en de particulieren melden zich aan. Dan moeten de bedrijven betalen 100 euro en de particulieren 20 euro. Daarvoor krijgen ze een kit, dus een tas. En daarin zit een koek, chocola, gesponsord door goede vrienden. En een collectebus. En natuurlijk informatie over het Toon Hermanshuis. En de bedoeling is dat die collectebus men op 6 februari, maar het mag ook nog 7 of 8, daar doen we niet moeilijk over, bij de koffieautomaat staat en dat de drinker daar een bijdrage in doet voor het Toon Hermanshuis. Ja, ik vind het een fantastisch initiatief. Het is laagdrempelig, hè, niet zo dwingend. Je staat niet met een collectebus aan de deur, zoals dat dan vaak gebeurt. Een heel goed idee en met natuurlijk de doelstelling dat het landelijk zich verder uit gaat dragen. Dat is natuurlijk prachtig. Maar eerst Tiel. Pilot. Tiel en omstrijden. Ja. 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 Jullie zijn van het Toon Hermanshuis. Leg nog een keer uit wat het Toon Hermanshuis precies doet. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Waar de mensen voor geven voor het goede doel. Ja. Ja. Nou, wij zijn een inloophuis voor mensen die geraakt worden door kanker. Dus het kan het zijn dat je het zelf hebt, maar het kan ook zijn dat je partner of je een ander familielid of een collega. En dan is er bij ons een plek, zeg maar, om zowel lotgenoten te ontmoeten als mensen die ook met kankerpatiënten omgaan. Mm-hmm. Dus mantelzorgers, familie. En wat we aanbieden zijn heel veel activiteiten om mensen die het traject na kanker, en vaak een zwaar traject, dus het hele medische gedeelte afgerond is, om weer op een goede manier actief met je lichaam om te gaan. Dus je kunt bij ons voor yoga, massage, aikido, maar ook door te verwerken in de vorm van schilderen, boetseren, wandelen, fotografiecursus. Ja. We hebben een eigen koor in huis, Zingen voor je leven. Zingen blijkt een hele goede manier te zijn om emoties te verwerken. Dus dat zijn de activiteiten die we 3 dagen in de week aanbieden, op dinsdag, woensdag en donderdag. En dat doen we in de vorm van gastvrouwen en gastheren, die een dag elk dagdeel aanwezig zijn en activiteiten begeleiden. Maar jullie gaan dus op 6 februari aanstaande starten. Ja. En dan gebeurt er ook iets bij het gezondheidscentrum? Ja, de Eerste Lijncentrum Dodewaardlaan gaan we inrichten als een klein Toon Hermanshuisje, samen met Secunda. En daar wordt door Ingrid Oostendorp een koffiezetapparaat neergezet. En daar gaan we de hele dag koffie schenken. Dus we hopen heel veel mensen daar te zien die daar ook een donatie kunnen doen voor ons Toon Hermanshuis. Nou, nogmaals een
fantastisch initiatief. Jij wilde graag nog iets zeggen? Nou, we hebben natuurlijk al bijna 55 kits verkocht. En we hopen nog een mooie doorzet. Vooral de particulieren. En dat, die kits kunnen mensen kopen voor €20 bij verschillende winkels in Tiel. En die hebben ze in conciliatie. Daar kan je naartoe gaan. Het staat allemaal op de site. En dat is www.toonskoffieochtendtiel.nl. Daar staat alle informatie. In Tiel aan tafel aangeschoven, Jos Bregman. En u bent kunstenaar. Zo is het. Ja, maar dan wel van een hele bijzondere soort. U zegt het. Ja, want we gaan het gaat over natuurproducten, bomen. Ja, bomen uit eigen tuin, zou je kunnen zeggen, of uit eigen straat. Mm-hmm. Er is iets heel ernstigs aan de hand in Nederland. Wij produceren in onze steden heel veel bomen. En soms door een project of een verbouwing of het vernieuwen van riolering. Of gewoon omdat ze oud zijn of er een storm langskomt, zoals onlangs. Gaan die om. En worden omgezaagd en versnipperd. Ja. En dat vind ik heel erg. Dus mijn grote doel is, als je zegt speciale kunstenaar, is om iets creatievers van die bomen die versnipperd worden maken. En om wat getallen te noemen, zoals in Amsterdam ken ik de cijfers vrij goed, daar staan 1 miljoen bomen in het stedelijk bestand, dus niet in bossen of zo. Als die gemiddeld 100 jaar oud worden, en dat is heel oud voor een stadsboom, dan gaan er dus ieder jaar 10.000 bomen de versnipper in, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, dus er is zoveel hout dat ik wil proberen met mijn kunst die een creatievere toepassing te geven. Maar jij doet niet alleen een kunstwerk van de boom maken, maar je geeft de boom ook eigenlijk een nieuw leven. Ja. Dat is het, hè? Dat is het. En daarvoor heb ik publiek nodig. Je zou het zo kunnen zien, een boom die omgaat, die zaag ik in heel veel stukjes. Klein. Of nog kleiner. Of moet je even denken dat dit bijvoorbeeld 10 keer groter is. Kan ook. Of een soort fruitschaal. Mm-hmm. Een hele dunne schijf. Die, als hij gaat drogen, een schaal wordt. Ja, prachtig. Kun je het hier zien. Maar het is tegelijkertijd ook iets heel moois voor scholen. Als bij een school in de buurt, dat gebeurt ook geregeld, een boom omgezaagd wordt of verwijderd wordt, die zou je dan niet in de versnipperaar moeten schuiven, maar in de school. Kinderen planten bij de boomfeestdag een boom. Maar de boom die hun ouders hebben geplant uit de straat, die wordt in de versnipperaar geduwd. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke jammer. En dan ervaren ze niet dat wij een kringloop-economie willen. Mm-hmm. Dat wij een circulaire economie willen. Dus ik zeg, schuif die boom in de school. En wat kunnen kinderen dan bijvoorbeeld doen? Die kunnen zeggen, hé, maar die boom hier, kunnen ze meteen over jaringen leren. Mm-hmm. 4 jaar geleden, de kleuters, ben ik geboren. En de ouderen zijn op die jaring geboren. Dus het is eigenlijk letterlijk een stamboom van een boom bij hun uit de straat. Met een enorme geschiedenis. Hun geschiedenis. Maar als je een stuk van jou hebt, jij maakt ook kleine tafeltjes van hout, wielen, mooie dingen. Dan staat er ook een nummertje op. En daarmee kun je precies zien waar die gestaan heeft, dat is ontzettend leuk, toch? Dat is zeker leuk, want dat is inderdaad ook de nieuwe boom. Die boom gaat, laten we zeggen, in 1000 stukken uiteen. Mm-hmm. En in al die stukjes, groot of klein, stop ik een chip. Nou, in dit geval is die rond. Het is eigenlijk hetzelfde als die je in honden en katten stopt. Ah, ja. Ter identificatie als ze verdwaald zijn. Ja. Dat doe ik met mijn hout. En al die chips hebben unieke nummers. En al die nummers hou ik bij elkaar in een bestand. En die ik online zet. Dus in op internet. Ja. En mensen kunnen dus altijd, stel dat jouw bed, ach, heb je kinderen? Maar heb je jouw bed achterkleinkinderen denken, wat is dat voor gek stukje hout? Ja. Wat is dat toch voor chip? Die kunnen dat onafhankelijk van of ze het verhaal overgeleverd hebben gekregen. Gewoon weer aflezen. Het unieke nummer. En het hele verhaal vinden. Ja, maar jij hebt natuurlijk ook
mensen nodig die dat bij jou kopen. Hè? Zo is dat nou eenmaal. Zonder, nou ja, wat ik zeg, anders de opdracht... kun je ze niet verwerken, de bomen. Ja, is waar. Ja. Want de opdracht is heel groot. Er zijn heel veel bomen die versnipperd worden. Ja, en het leuke is dat je, als je dan een fruitschaal koopt, dan kun je dus met een cadeau zeggen, dit was de boom die stond bijvoorbeeld op de begraafplaats aan de Lingedijk. Precies. Want daar mocht jij ook de bomen weghalen. Ja, nou, weghalen. De storm ging mij voor, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik heb mijn galerie daar vlakbij. Dus ik fietste langs en ik zag dat er iets omgewaaid was. Mm-hmm. En ik zag de mannen van de Avri al druk bezig om de rommel op te ruimen. Dus toen heb ik gevraagd van, nou, wat ga je nu met die boom doen? En inderdaad, ze zeiden, de versnipperaar in. Ja. Ik zeg, nou, ik heb een alternatief. Nou, dat vonden ze goed. Dus alle eer voor de Avri. Dus ik ga nou publiek zoeken om met de omgewaaide boom onlangs, om die een bestemming te geven. Ja, dus alle mensen in Tiel die hierin geïnteresseerd zijn en geïnteresseerd zijn in een tweede leven voor de prachtige bomen aan de Lingedijk in Tiel, die kunnen bij jou terecht, Jos Bregman. En jij bent gevestigd in het gebouw waar ook het Toon Hermanshuis zit, onder andere. Ja, aan de spoorwegovergang aan de Lingedijk in Tiel. Ja. Je hebt ook een website of zo. Een website, josbregman.com. Doet het. Heel goed. En mijn galerie is open woensdagmiddag van 2 tot 5. Of op afspraak. Tiel aan tafel. En dan is het nu weer tijd voor onze kritische vrienden, Jan en Mark. Welkom. En we gaan het hebben over de gekozen burgemeester. Heel actueel op dit moment. Oké. Jan. Nou ja, dat is natuurlijk in Tiel. Burgemeester Beenhakker is weer herbenoemd in de Neder-Betuwe. We hebben dus een nieuwe burgemeester, Jan Kottelenberg. En onlangs is Vincent van Neerbos, was wethouder in Neder-Betuwe, benoemd in West-Maas en Waal. Dus hier in het gebied kan het niet op. Maar niet gekozen. Nee, helaas. Nou ja, dat zijn jouw woorden. Daar is best nog wel wat discussie over, of niet, Mark? Ja, ik denk ook dat het een discussie is die breder zal moeten plaatsvinden. Want de gekozen burgemeester is natuurlijk iets wat wij al jaren willen. In ieder geval de meerderheid in Nederland vindt dat we daar naartoe moeten. Maar hoe waarborg je daarmee de kwaliteit van de man in functie? En anderzijds, hoe ga je de hele politiek inrichten? Want de burgemeester benoemen betekent ook dat er nog andere consequenties zitten aan het inregelen van een dergelijke formule. En welke consequenties? Nou, je zult de positie van de burgemeester zul je moeten bekijken. Hoe je die, of je die bestaand houdt. Of dat je op een andere manier bepaalde bevoegdheden en taken wel of niet bij de benoemde of de gekozen burgemeester behoudt. Als je dat gaat doen, de benoemde burgemeester, moet je die burgemeester moet je gewoon taken geven. Je zou kunnen zeggen van de grootste partij levert de burgemeester. Dat betekent ook dat het een soort president wordt binnen een gemeenteraad met duidelijke bevoegdheden. Op dit moment is een burgemeester hoofdzakelijk, doet hij openbare orde en veiligheid en het doorknippen van linten en het inhulligen en taart geven aan 50-jarige bruidsparen. Nou, dat is natuurlijk een uitdagende functie. Maar een gekozen burgemeester, die zou toch iets meer politiek bezig kunnen zijn. Ja, de grote angst is natuurlijk van de mensen van ja, wie wordt er dan die gekozen burgemeester? Wie stelt zich kandidaat? Nou ja, de gekozen burgemeester. Kijk, als je dus bijvoorbeeld in West-Maas en Waal, als je daar een gekozen burgemeester hebt, dat is de carnavalsprins, die zou gewoon heel goed in aanmerking kunnen komen. Ja. Want elke kern in West-Maas en Waal, die heeft wel een carnavalsprins die gewoon een partij vertegenwoordigt. Mm-hmm. Gewoon politieke partijen zijn er bijna niet. Okay. Ja. En dat zou kunnen. Dat er gewoon iemand op de praalwagen gaat staan en waar je maar klaar mee bent. Hè? Ja. Nou ja, het is natuurlijk chargerend, maar je zult wel moeten kijken naar het profiel van de persoon. En het zal natuurlijk niet een popiopie moeten zijn die met name vanuit een stuk populariteit in een verkiezingscampagne wordt gekozen. Want dan heb je uiteindelijk iemand er zitten die weliswaar populair is, maar wellicht inhoudelijk niets voorstelt. Ja, maar hoe wil je dat vermijden? Maar we hebben de raad ervoor om te controleren, of zie ik dat verkeerd? Ja, maar je gaat niet een burgemeester die net is gekozen, die ga je niet binnen no time weer buitenspel zetten. Nou ja. Omdat je dan pas erachter komt dat de persoon in kwestie niet functioneert of niet voldoende inhoud heeft. Hij wordt wel gedragen dan door mensen. Maar hoe wou je dat doen? Iemand stelt zich beschikbaar, dat is dan Poppy Jopie. En de bevolking gaat daarvoor. Ja. Die wordt gewoon gekozen.
Nou, dan sta je dan met je goede gedrag. Ja, maar dat is niet altijd de beste keuze. Het is hetzelfde als met het referendum. Je kunt wel roepen, ja, we moeten met z'n allen gezellig voor van allerlei besluiten de hele bevolking raadplegen. Maar 9 van de 10 bewoners in dit mooie land gaat zich nooit en nimmer verdiepen in enig onderwerp van maatschappelijk belang. Dus je bent eigenlijk tegen de gekozen burgemeester? Nee, ik ben er voor, absoluut. In de basis ben ik er voor, maar je zult heel erg goed moeten gaan afdekken op welke wijze je de kwaliteit binnenhaalt en dat je niet zomaar even een prominent figuur die populair weet te zijn als leider van een plaats naar voren schuift. Ja, maar ik vind wel dat jij een heel mooi onderwerp aanhaalt. Jij zegt een groot deel van de bevolking zal zich totaal niet interesseren voor bepaalde onderwerpen en daarom is een referendum ook niet handig. Hè? Gekozen burgemeester is hetzelfde, maar is het dan niet onze taak met elkaar om de mensen zich meer te laten interesseren voor de politiek, omdat het om hen gaat? Ja, interesse voor de politiek zou belangrijk zijn, omdat het gaat over onderwerpen die ons dagelijks aangaan. Ja, absoluut. Maar 9 van de 10 mensen, al hoeveel je met ze praat over van allerlei hele belangrijke onderwerpen, hebben een algemene mening. Maar op het moment dat je meer de diepte ingaat over onderwerpen, dan zie je dat heel veel mensen gewoon niet geïnteresseerd zijn in de complete omvang van een probleem en alles wat er van invloed op is. Ja. We hebben gewoon Facebook-cultuur. Ja. Waarbij gewoon, en dat is gewoon belangrijk. En daar gaan mensen op af. Dus gewoon hapklare brokken. Nou, ja. En die verdieping die is er gewoon niet dan. Nee, helaas niet. Nou, verschillende meningen. We zijn er nog niet helemaal uit. Maar dit was in ieder geval weer Til aan tafel. Tot de volgende keer.